Hallo beste vrienden, dat God jullie allen zegenen, dat de Heilige Geest de gids, de gids van degenen die geboren zijn uit de Heilige Geest, dat Hij komt in onze gedachten leidt, in onze levens volgens Zijn wil. Ik zou graag willen om vanaf vandaag te beginnen met te beantwoorden wat het betekent of beter gezegd wie degene is die uit God geboren is, hoe dat plaatsvindt en wie uit God geboren is en wie dat niet is. Wie uit God geboren is heeft een enorm verschil tussen degene die niet uit God geboren zijn. Degenen die uit God geboren zijn, zijn kinderen van God. Degenen die niet uit God geboren zijn, blijven kinderen van de duivel. Dat is wat in het woord van God geschreven staat. Dat is niet een idee van mij of een persoonlijke doctrine of van het UKG. Nee, dat staat in het woord van God. Kijk, de heilige schrift zegt het volgende. Johannes, evangelie volgens Johannes, zegt dat de Heer Jezus kwam. Voor degenen die van Hem zijn. Maar de Zijnen hebben Hem niet aangenomen. Ze hebben Hem afgewezen. De Joden. Jezus kwam voor de Joden, maar de Joden accepteerden Hem niet als hun koning, Heer en Messias. Ze accepteerden Hem niet. Dan zegt Hij in de tekst: Maar aan allen, die Hem aangenomen hebben. Dus allen die de Heer Jezus hebben aangenomen. Die Hem hebben verwelkomd. Maar niet alleen welkom in de zin van Amen. Goed, leuk, oké. Okay, ik geloof in u. Nee, niet alleen dat. Maar is zich toewijden of zich aanpassen aan de gedachten van de Heer Jezus. Aan Zijn ideeën. Zijn geboden. Zijn woord, zijn leiding. Bijvoorbeeld. Degenen die de Heer Jezus accepteren als hun Heer en redder, gehoorzamen zijn woord. Alleen zodat u een idee kunt hebben. Alleen een klein voorbeeldje. Hij beveelt ons dat wij moeten vergeven. Vergeef uw vijanden. Dus wie de Heer Jezus volgt, vergeeft. Wie hem niet volgt. Wie in hem gelooft, vergeeft. Wie niet gelooft, gehoorzaamt niet. Die volgt zijn hart, die volgt de instincten van zijn hart. Dus wie de Heer Jezus ontvangt op deze wijze, dus wie zijn woord prakticeert, wie zijn woord gehoorzaamt, leef niet in de leugens, leef niet in het bedrog, leef niet in diefstal. Leef niet een leven dat werelds is, een leven waarvan u weet dat het verkeerd is. Wie de Heer Jezus volgt, heeft een patroon dat ethisch is. Wie de Heer Jezus volgt, wie Hem volgt, wie uit Jezus geboren is, volgt een patroon dat bijbels is, ordelijk is, een ware orde heeft, discipline. En de persoon heeft een karakter volgens het woord van de Heer Jezus. Daarom staat het volgende. De Heer Jezus kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, dus de Heer Jezus hebben geaccepteerd, en begonnen te wandelen volgens zijn woord, hun heeft hij de macht gegeven, Kinderen van God te worden. Kijk hoe mooi. Een kind van God te worden is macht hebben. Wie een kind van God is, heeft macht. Hij heeft de macht om al het kwaad te overwinnen. Hij heeft de macht om de wereld te overwinnen. Staat hier geschreven. Maar allen die uit God geboren zijn, overwinnen de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloofd. Dus bijvoorbeeld, een persoon die zelfmoord pleegt, heeft die persoon de wereld overwonnen? Nee. Ten opzichte van de problemen, ten opzichte van de depressie, ten opzichte van die situatie is de persoon, wil de persoon vluchten van de wereld. Dus die persoon maakt een einde aan zijn leven. En de ziel van de persoon is dan totaal overgeven aan het kwaad. Definitief. Dus. Wie uit God geboren is, overwint de wereld. Overwint de depressie, overwint de twijfels, overwint de moeilijkheden, overwint de verdrukkingen, overwint alles. Bijvoorbeeld, wij hebben nu in Brazilië de resultaten gezien van de verkiezingen. Dus Lula is president geworden. En wie op Bolsonaro heeft gestemd is dan te neergeslagen, verdrietig, verdrukt en heeft zich overgegeven aan een nederlaag die niet van die persoon zelf was. Deze nederlaag was voor de president, Bolsonaro. Hij werd verslagen. Het was niet ik die verslagen werd. De president werd verslagen. Ik blijf in dezelfde wijze. Niks zal in mijn leven veranderen. Waarom? Omdat het geloof van degene die de wereld geboren zijn, behouden de persoon staande. En wie uit God geboren is, laat zich niet leiden door wat de wereld ons presenteert. Zeg het president Lula, zeg het wie dan ook, welke persoon dan ook, Bolsonaro, of wie dan ook, welke presidentskandidaat ook maar heeft gewonnen. Dat maakt niet uit mijn leven, als ik uit God geboren ben. Als u uit God geboren bent, beste vriend en vriendin. Dan geeft u zich niet over aan mislukkingen, aan frustraties, teleurstellingen. U geeft zich niet over omdat u van God bent. U bent geestelijk. U leeft door het geloof. En wie leeft door het geloof leeft in afhankelijkheid van God. En niet van de mens, niet van de president, niet van de koning, koningin, niet van de baas, niet van de werkgever, niet van de werknemer, van niemand. Die persoon is niet afhankelijk van wie dan ook. U, wanneer de persoon uit God geboren wordt, wanneer de persoon een kind van God is, zorgt God er niet voor dat wij uit Hem geboren worden, zodat wij een slaaf zullen blijven van deze wereld, een slaaf van de zonde of zelfs een slaaf van de mensen. Nee, wie uit God geboren is, is vrij, leeft in afhankelijkheid van zijn vader. Of God is vader of God is geen vader. Als hij vader is en ik ben een zoon. Dan is er natuurlijk een gemeenschap tussen ons. En ik leef in afhankelijkheid van hem. Ik leef afhankelijk van God. Dus bijvoorbeeld: de persoon werd voortgebracht door zijn ouders. Dan is die persoon afhankelijk van zijn ouders tot een bepaalde leeftijd. Maar er komt een moment waarop die persoon het huis verlaat trouwt, een eigen gezin opbouwt en is die persoon onafhankelijk van zijn ouders. Maar in het geval van degenen die uit God geboren worden, nee. Er bestaat geen onafhankelijkheid van God. Wij zijn afhankelijk van Hem voor de rest van ons leven en voor alle eeuwigheid. Is dat niet glorieus? Daarom zegt de Heilige Schrift dat allen, want al wat uit God geboren is, overwint de wereld. En dit is de overwinning die de wereld overwonnen heeft. Ons geloof. Dit geloof. Dit geloof van onafhankelijkheid van de wereld en de mensen. Van de dingen, van de ijdelheden, van de begeertes, van de zondes. Onafhankelijkheid van alles. Dit soort intelligent geloof heeft niks met emoties te maken. Niks met hijsa. Dit soort geloof, beste vriend en vriendin. De Heilige Geest in ons binnenste. Dat is heel sterk. Dus wanneer de persoon de Geest van God in zijn binnenste heeft, dan is die persoon uit God geboren. De persoon is geleid door de Heilige Geest. De persoon wordt niet geleid door wat voor soort geesten dan ook, de persoon is niet geleid door onreine geesten, de persoon is niet geleid door occultisme, de persoon is niet geleid door zelfs een pastoor of een bischop, door een kerk. De persoon is geleid door de Heilige Geest. De Geest van de levende God. Die woont in de persoon en daarom overwint de persoon de wereld. De persoon overwint niet slechts kleine probleempjes. Die persoon overwint de wereld. En deze overwinning, beste vriend, wil niet zeggen, ah, geld hebben, rijk zijn. Nee, want de rijken mislukken ook. In het verhaal. Waarop de Heer Jezus vertelt over de rijke man en de Lazarus. En Lazarus ging de rijke man naar de hel. Die had heel veel geld en goud en zilver, maar ging hij naar de hel. Maar de arme Lazarus had niets, maar hij bleef in zijn geloof. Het geloof in zijn, van zijn vader Abraham. En hij werd gered. Dus beste vriend en vriendin, zet uw geloof in de juiste plaats. Als u uit God geboren bent, dan overwint u alles. U overwint. De bezorgdheden, u overwint. De twijfels. Want de heilige Geest is de Geest van het geloof, en de Geest van het geloof is zekerheid, overtuiging. De persoon weet, weet in wie hij heeft geloofd. En die persoon weet dat die persoon aan het einde zal overwinnen. Die persoon weet dat daar aan het einde de persoon de kroon des levens in bezit zal nemen. Dus dat is ons geloof. Apostel Paulus zegt daar. Kijk wat hij zegt. Ik weet in wie ik geloofd heb. Wanneer de persoon uit God geboren wordt, dan weet die persoon in wie hij geloof heeft. Dat beantwoordt die vraag van de mensen die zeggen: Bischop, ik spreek in, longen, in tongen. Of ik weet niet, ik, ik spreek niet in tongen. Hoe weet ik of ik een kind van God ben of niet? Hoe weet ik of ik de Heilige Geest heb of niet. U weet dat u de Heilige Geest hebt wanneer de Heilige Geest in uw binnenste getuigt en aangeeft dat u Zijn kind bent. Het is de Heilige Geest die in mijn binnenste bevestigt. Niemand anders hoeft voor mij te bevestigen of ik een kind van God ben of niet. Dat is iets persoonlijks in mij. Het maakt niet uit of de andere mensen geloven of niet geloven. Het maakt niet uit of u het leuk vindt of niet leuk vindt. Het maakt niet uit of u zegt dat ik een valse profeet ben of dit of dat. Dat maakt mij niets uit. Voor mij zegt dat absoluut niets. Men kan mij noemen wat men wil: dief, bedrieger, oplichter, leugenaar, bandiet, crimineel. Men kan mij noemen wat ze willen. Maar in mijn binnenste, de Heilige Geest getuigt: jij bent mijn geliefde zoon. En dat, beste vriend en vriendin, is alleen voor degene die uit God geboren is. Als u niet uit God geboren bent. Dan bent u niet een kind van God. Dat is de waarheid. Dat is wat geschreven staat. Al wat uit God geboren is, overwint de wereld. Dus ik hoef niet de loterij te winnen om te winnen. Ik hoef niet de verkiezing te winnen om te overwinnen. Ik hoef niet geld te verdienen om te overwinnen. Nee, ik overwin elke dag. Ik overwin mijn twijfels. Ik overwin mijn angsten. Ik overwin mijn begeerten. Ik overwin mijn zondes, de zondes. Die ik zou kunnen begaan. Ik overwin de slechte gedachten. Ik overwin alles. Ik overwin de wereld. En dat is wat God van u wil. Want hij is in uw binnenste. U die opnieuw geboren bent. U die uit God geboren bent. U die geboren bent uit water en de heilige geest. Dus beste vrienden en vriendin, U overwint de wereld. Elke minuut. Elke seconde. Overwint u. Overwint u. En u zult... Blijven leven van overwinning tot overwinning. Van geloof tot geloof. Door het geloof. In deze afhankelijkheid van God. Afhankelijk van de Allerhoogste. Dat is wat intelligent geloof genoemd wordt. Ons geloof. is niet gebaseerd op emoties of muziek. of een, een mooi lied. of een hymne. Nee, ons geloof is gefocust. Op de beloften van God, op het woord van God, op het vervullen van Zijn eer ten opzichte van ons. Dat is de waarheid. God heeft dat gedaan ten opzichte van Abraham. Hij zei tegen Abraham, Abraham, ik ben met jou. Wie jou vervloekt, zal vervloekt zijn. En wie jou zegent, zal gezegend zijn. Dus Abraham had niks om zich zorgen over te maken over zijn vijanden. Want de vijanden was het probleem van God. De vijanden van Abraham waren het probleem van God. Hij leefde in een solide leven. Ferm. Want hij was voortgebracht door God. Voortgebracht door het woord van God. En daarna komt de Heer Jezus en Hij geeft ons het recht om geboren te zijn uit het water en de Heilige Geest. Wij zullen meer spreken over dit onderwerp morgen in de naam van de Heer Jezus Christus. Maar ik wilde nog een speciale uitnodiging voor jullie geven. In Brazilië is het vandaag de dag van de doden. Het is grappig, de wereld vandaag. Viert de doden. Ik vier geen doden. Mijn moeder is gestorven. Mijn vader is ook gestorven. Ik heb drie broers die zijn gestorven. Ik vier wat? Ik vier het geloof in mijn geloof. In mijn God. In mijn vader. Dus morgen. Woensdag. Morgen. 2 november. Zullen wij een grote dag hebben. In de kerk. Vooral in de avond, in de gehele wereld, in Brazilië en andere landen ook. We zullen dan in de ochtend ook en in de middag ook, maar voornamelijk in de avond, dienst van half acht, zullen wij een speciale dienst. Als u eraan wilt deelnemen en u bent een kind van God, een zoon of een dochter van God en u wilt een. Een intiemere gemeenschap met God hebben, dan kunt u deelnemen aan deze dienst. Als u uit God geboren wil worden, als u een kind van God wil worden, kom dan met deze dorst. Mijn God, ik zal daar niet naartoe gaan om te zingen of om te vragen. Ik wil daar naartoe gaan om te veroveren. Deze wedergeboorte. Want alleen degenen die kinderen van God zijn, hebben de macht van God in zich. God zegt u en tot morgen in de naam van Heer Jezus. God zij dank.